We krijgen een uur extra en dat is prachtig, want dat hebben we nodig. En ik denk dat dat voor de gezondheid heel belangrijk is. Volgens Hamburger is de zomertijd weliswaar hartstikke gezellig, want ja, langer licht. Maar voor je gezondheid is het niet zo'n aanrader. Als je dus tot heel laat 's avonds licht hebt, dan gaan de mensen niet slapen, want ze genieten dan van de zomer. En dan zeggen ze, oh leuk, en dan gaan ze ergens zitten, vaak cafés, buiten, een glaasje wijn drinken. En dan wordt de slaap dus verschoven van, zeg maar, normaal 11 uur, 11:30, naar 1 uur, 1:30 misschien. Maar ja, die wekker gaat natuurlijk wel weer gewoon de volgende ochtend. En zo loop je het risico structureel slaaptekort te komen, met alle risico's van dien. Uiteindelijk kunnen hersencellen daardoor schadelijk worden en dan kan je dement worden. Vannacht krijgt hij dus weer dat extra uurtje cadeau. Doe er wat leuks mee. Wat gaat u met het extra gewonnen uurtje doen? Een uurtje langer slapen, als dat kan.